Hallo mensen, vandaag voor jullie weer een nieuwe video. Ik heb vandaag een LOL confetti pop voor jullie. Dit poppetje, ik weet niet wie het is, ik hoop dat we niet weer Dawn hebben. Nou, ik had hem al een stukje open gemaakt. Alleen ik krijg een bal met karma, want hij wil niet, de ritssluiting wil niet naar beneden. Dat krijg je altijd natuurlijk met zo'n poppetje. Ik ben ook benieuwd wie dit is. Nou, dit is onze hint. Dit. En ik ben benieuwd hoe die heet. Hij heet Queen of the Castle. Ik zou dus kunnen dat hieronder een gouden bal zit als ik zo die hint lees. Want Boss Queen en Madame Queen zijn ook allebei queens. Dus het zou ook goed kunnen dat ik iets heb wat goud is. En ik zeg jullie nu alvast, als ik een gouden poppetje heb, als ik een gouden bal krijg, nou dan ga ik echt gillen. Oh my god. Ik heb een gouden poppetje. Nee! Ik heb een gouden bal. Oh my god, ik heb een gouden bal. Nou, ik heb bij de Intertoys goed gekozen. Oh ja? Als ik bij de Intertoys. Ja. Ik had niet verwacht dat ik een gouden... Ik zeg tegen mezelf, als ik een gouden bal krijg, dan ga ik heel hard gillen. Oh my god. Krijg jij gewoon zo of wat? Nee, ik kies gewoon een bal uit en ik denk, oh ik krijg weer een gele. Nee, ik krijg een gouden. Kijk. Ik heb goud. En dat zijn speciale poppetjes, deze poppetjes. De gouden. Nou, de stickertjes. Oké, ik wil heel graag, wil ik echt heel graag weten wie dit is. En ik wil het poppetje wat op de bovenkant staat. Wat nou? Madame Queen. Dit poppetje. Als ik hier Boss Queen in zit, ga ik heel hard gillen. Ja, niet letterlijk natuurlijk. Alleen, dit is wel ritssluiting op zo'n ding, alleen dat stomme dingen gaan nooit open. Ah ja. Jongens, ik doe het even op de tafel hier, want ik krijg hem echt niet open. Nou ja, ik ben een beetje verkouden, maar dat horen jullie in de vlog hiervoor, dus. Oh, en de stickers zitten onder... Nee. Stickers zitten onder verstopt. Oh my god. Jongens, als dit Boss Queen is, ga ik heel hard gillen. Echt waar. Alleen de bal doet heel veel fake. Oh. Overlaat van de bal erop. Oké, dat was de stickers. Nou, we hebben de rest van de ballen nog. Ga ik het papiertje van de bal aftrekken. Nou, dan beginnen we, dan hebben we zo de bal over. We beginnen met het eerste laagje. Als hier een gouden outfitje op me zit, nou, dan weet ik wie dit is. Nou, de eerste. Even de bal neerleggen. Maar ik kan, oh, leg hem even neer. Anders dom dat die delen dom. Hierin zit de accessory, dit zakje. Als die zakjes nou niet zo krengerig zijn, ook wel zeggen dat ze niet open gaan. Oh, ik ben zo benieuwd. Hierin. Wat is dit? De, oh. Oh, ik weet al wie dit is, denk ik. Nou, dit is een klein kettingje. Ik kan het niet zo heel duidelijk zien, want daar scheelt... jongens, hij stelt scherp op mij. Kijk. En ik kon dus, wat ik op een andere video gezien, als je die lipjes openmaakt, ik trek ze eraf. Kun je de andere vakjes ook openmaken met de lipjes. Dus dat ga ik nou eens even proberen. Dat ik er zo ertussen zit. Oh ja, ze hebben wel gelijk. Kijk, dat viel makkelijk open. Nou, ik ga zo even kijken. Volgende zakje. En benieuwd wat hierin zit. Dit is het volgende zakje. Even kijken wat hierin zit. Oh, ik weet wie dit is. Oh, leuk. Ik weet van wie dit outfitje is. Ik heb niet degene die ik wou. Kijk, het is wel grappig aan de nieuwe. De nieuwe poppetjes, die hebben een klein hulsje omheen zitten. Om het figuurtje heen. Nou, dat was de volgende. Hij wil niet goed dicht. Hier zit het volgende dingetje in. Oh, en de confetti sliert. Ik weet niet wat hierin zit. Er zit een accessory in, denk ik. We hebben nog een accessory. We hebben een outfitje. Ik weet niet wat hierin zit. Het gaat alleen lopen. Een krengerig zakje. Hij wil niet open. Hij wil eigenlijk open. Ik heb alleen geen schade van. Nou, dit zakje probeer ik dadelijk anders nog wel even een keer. Want ik krijg hem echt niet open. Nou, hier heb ik het sliertje vast voor de
confetti. Dan hebben we nog één pakje over. En hier zit het flesje in. Nou, ik weet de kleur van het flesje, denk ik al, wat hierin zit. En dan komt het poppetje. En ik weet dat het poppetje eruit ziet. En ik vind het poppetje leuk. Alleen ik wou de andere van poppetje. Oeh, naar nieuw pruik, naar nieuw plastic. Nou, deze gaat wel open. Zakjes gaan heel krengelig open. Kijk, een klein wit flesje. En een roze glitterdopje. Wat leuk. Ik weet wie dit is en ik vind het leuk. Ik ga nog even herhaling proberen met dit zakje, want dit zakje is vervelend. Mijn hele handen zitten onder de glitter. Oké, ik krijg dit zakje dus echt als een rik open. Dus heel irritant. Oh, ik heb hem open. En de schoentjes. Het zijn de schoentjes. Kijk, het zijn deze kleine zwarte gimpjes. Gimpjes hakjes. Oké, nou krijgen we de laatste. En dat is de confetti knol. Oké, komt die. Oh. Oeh. Hij wou niet. Kijk, we krijgen goud met zwarte confetti. Ik wou hem eigenlijk laten knallen, maar dat lukte niet. Ik wou hem laten knallen, maar dat deed hij niet. Nou, dan hebben we nog twee zakjes, of één, ik weet niet. Ik ga hem nog even een keertje erop zetten, want misschien knalt hij nou wel goed. Ik dacht misschien komen de laatste restjes confetti uit de bal, maar die wilde er niet uit. Mijn video is nog nooit zo lang geweest, denk ik. Ik wilde hem niet meer op. Nou, dan leggen we de bal even opzij. Nou, dan hebben we hem, het poppetje. Nou, leg dit heel even opzij en de kaart. Maar die pakken we er zo meteen bij. We hebben in ieder geval de versiering van de bal. Dus dit hakje. Dat is met het LOL Surprise logo. Wel leuk, gouden glitter confetti. Nou, we hebben deze. We hebben de hint. Nou, en dan heb ik hier in het poppetje. Ik weet niet wie het is. Ik vind het heel leuk. Overal van confetti af. En dan gaan we het poppetje nu openmaken. En ik weet wie hierin zit. Ik vind het heel leuk. Het zit altijd in een handstandhouding. En ik weet wie dit is. Dit is ons poppetje. En het is Madame Queen. Ik wou een andere. Ik wou Boss Queen. Maar die kwam er niet uit. En dan gaan we Madame Queen even aankleden. Dan kom ik zo bij jullie terug. Ik heb hem, jongens. Het poppetje struit. Dit is het poppetje. Madame Queen. En even het hele poppetje ronddraaien. Met haar kleine zwarte laarsjes. Zo leuk. Nou, en eigenlijk zou ik wel willen weten. Ik ga jullie weer even uitzoomen. Ik sta nog in te zoomen op mezelf. Wat Madame Queen eigenlijk zou kunnen. In mijn handen zitten onder de glitter. Ik ga nou eigenlijk ook heel hard gaan gillen. Want ik heb het gouden poppetje. En ik heb alleen niet de goede. Maar. Oh, nou heb ik de Little Sisters. Ik kan deze kant staan. Hier zijn de Little Sisters. En hier de gouden poppetjes. Madame Queen kan plassen, staat er. Kijk. Dit is wat Madame Queen kan. Alleen dat ze zo glitterig zou zijn, dat wist ik niet. Dit is het poppetje. Dat is echt heel leuk. Ik wou alleen, ik wou het poppetje wat ernaast stond. Ik wou dit poppetje. Ik wou Boss Queen heel graag. Ja, het zat er niet in. Nou, ik ben wel blij mee. Nou, ik hoop dat jullie het leuk vonden om te kijken. En tot de volgende keer.